Wat zijn van die ontwikkeldingen, van die competenties die je op campus denk ik echt hebt meegekregen? Ik denk dat wat je op Nijrode leert en wat ik ook heb geleerd is dat je op zoek moet zijn naar die balans. Hè? Dus het is super leuk om elke avond in de kelderbar te hangen. Maar ja, je moet ook wel je tentamens halen. Dus je moet altijd die afweging maken. Maar wat ik ook heb geleerd en zeker in de afgelopen jaren is vrouw in een mannenomgeving. In mijn tijd op Nijrode waren denk ik 15% vrouwen. Dat is natuurlijk nu een enorm stuk verbeterd. Maar helaas is het ook in de boardroom zo dat het ook nog altijd een minderheid is. Dat kan je niet altijd voorstellen, maar dat is toch wel zo. En wat ik daarin op Nijrode heb geleerd is dat in een mannenwereld, ja, je moet niet te veel een man zijn, want dan ben je een manwijf, hè. Maar je moet ook niet te veel een vrouwtje, een tutje zijn, want dan ben je een soort tuttig meisje. Ja. Op dat hele dunne lijntje, daar moet je wel lopen.